Je kijkt nog altijd naar het Cultuurkanaal en het is tijd voor mijn laatste gast van vandaag. En wat voor een. Pierre Houters, alias Papa Chico. Goedemiddag. Alles goed met u? Fantastisch. Oké, fijn dat jij even tijd wou maken voor ons, voor het Cultuurkanaal. Met veel plezier. Je hebt een rijke carrière, Pierre. Want je bent begonnen in, carrière, het, ja. in het nachtleven, het binnen- en buitenland. Heb jij als DJ gewerkt? Dat klopt. En nadien dacht jij... Dat nachtleven, ik heb het daarmee gehad. Ik gooi de boeg helemaal om en ik ga voor kinderen optreden. Dus dat relaas vind ik enorm fascinerend. Neem mij even mee op jouw reis. In feite was het eigenlijk... Het nachtleven zag ik niet meer zitten. Heel veel uren. De tijd van toen was niet de tijd van nu van de DJ's. Je moest nog echt draaien, hè? 1 uurtje, check. Ik moest soms 10, 12 uur draaien op een nacht. Dus ik draaide 35 uur per weekend. Was bijzonder zwaar. Maar met veel passie. Hè? Met de platen en nog op de oude manier. En ik zei, ik ga dat toch niet mijn hele leven blijven doen. En door omstandigheden kwam een goochelaar optreden in de Lord in Schepdaal. Want dat was de fameuze zaak waar ik 20 jaar aan de slag ben geweest. En die man zei op een goed moment... Ik heb die daar 2, 3 keer gezien en vanaf de eerste keer had ik zo'n beetje die microbe te pakken. Ik begon met kaarten en met kleinigheden te goochelen. En de derde keer dat die man daar kwam optreden, ging ik in gesprek met hem en hij zei tegen mij, ik ga stoppen. Okay. Nochtans zegt hij, ik heb klanten over heel de wereld, ik heb al opgetreden in Japan. Allee, dat was toch wel een internationale goochelaar met veel materiaal. En hij zei tegen mij, ik ga pastoor worden. Oké, heftig, deze info. Heel heftig, ja. Zodanig heftig zelfs, dat elk ringetje, elk kleedje, elk sjaaltje, alle accessoires, diadeems, blinkers van zijn assistenten, dat moest allemaal weg. Er mocht niks overblijven. Dat herinnerde aan... Ja, aan dat goochelen. Dat moest religieus ingericht zijn, zijn huis. En er mocht geen blinker meer aanwezig zijn. Carte blanche, volledig alles... Voilà, en... Toen heb ik de stap gezet en heb ik dat materiaal van die man overgekocht. Met als voorwaarde dat hij mij gedurende 6 maanden 6 keer zou lesgeven. Okay, het is een beetje de kneepjes van het vak. Voilà. Hoe doe je dit? Hoe laat je iemand zweven? Want in die tijd was dat materiaal al tamelijk van niveau. Het is ook door het overnemen van dat materiaal en van... Er zaten al magische illusies in. Het is ook door op een goed moment Ingeborg te doen zweven in de show van VTM in Bobbejaanland, ja. Dat ik de week nadien een tv-programma had. Dan was je ineens de gast in Schuif Af, VTM. Ja, helemaal sporadisch, zoals je zegt. Ik werd gevraagd om als gastartiest mee te doen aan een live show. Dat was toen initieel eenmalig bedoeld? Of... Ja, met Ingeborg. En ik deed die zweven en ik deed een soort disco medley met de kinderen, een soort interactieve act. En na deze show deed ik nog een beetje magic met de crew. En toen werd de dag nadien kreeg ik telefoon van Libby Wellens, was toen de producer, waarschijnlijk nog producer bij VTM. Of ik de woensdag daarop geen screentest wou doen voor een verjaardagsfeestje. Met de bedoeling, als de kinderen dat leuk vinden... kon daar een programma van komen. Okay. Dat is een beetje een bal die rolt, ja, en rolt heel, en rolt. Je mensen zeggen, hoe raak je soms op televisie? Ja, maar is daar dan een kiempje geplant van wat Papa Chico vandaag is? Dat klopt. Ja. Dat klopt. Okay. De naam niet. De naam niet, maar wel het concept. Maar het concept wel. Dus ik ga naar dat verjaardagsfeestje. Kinderen, ambiance, geweldig. Ik werk met mijn dieren, mijn hondjes, konijntjes. Echt een kindershow. Visueel. Goeie liedjes, kinderen. En de dag nadien kreeg ik telefoon. U bent aangenomen voor een kinderprogramma op televisie. Heel simpel. Dat is ook zoiets, want dat was waarschijnlijk niet per se een met voorbedachte raden dat dat jouw doel ging zijn, maar dat is jou wel te beurt gevallen. Ik ben er ingevallen, ja, plotseling. Een leuk verhaal. Qua publiek is dat ook een enorme switch, want jij komt dan van dat nachtleven, DJ, uitgaansleven, ja. Feestende adolescenten, feestende volwassenen die wat te veel drank op hebben, naar... De heilige onschuld, bij wijze van spreken, voilà. Kinderen. Ja. Wat is het grootste verschil als je dat publiek zou moeten vergelijken? Zo? Ik ben ook een van de enige clown-goochelaars in het land
die als publiek zowel de kinderen als de volwassenen boeit. Dat is een talent. Waarom? Omdat ik werk met de volwassenen voor de kinderen. Ik pak een mama, ik laat die zweven. Ik pak een papa, die laat ik alles mislukken. Kinderen vinden dat geweldig. Mm-hmm. Dus mijn show, en dat is nu al 35 jaar, want ik doe al 35 jaar dat vak, is echt wel, de mensen zeggen het ook, als we naar Papa Chico gaan, dan amuseren we ons. De ouders beginnen niet te praten, je krijgt de aandacht van de hele zaal. Een clown die alleen voor de kinderen werkt en die ouders interesseren hem niet, dan beginnen die te praten in de zaal. Dat wordt een vervelende situatie. Ik heb dat nog nooit in mijn leven gehad. Dus jij integreert heel het publiek, alle aanwezigen? Altijd. Die zijn betrokken? Ja. Goochelen, trucs, het spreekt mij altijd enorm tot de verbeelding. Heb jij er zo wat meegebracht waar we nu... Ik heb hier iets raar meegebracht, hè. Eens kijken. Ja. Ik heb nu gegooid met een teerling. Oké. Okay. En daar staat nu, wat denk je? Ja, dus van 1 tot 6, moet ik het... 4? Daar staat 4, het gelijk, hè. Zie je? Dat is heel leuk. Oké. Okay. Maar nu laat ik u goed schudden. En u mag de teerling omdraaien. Wacht, ik moet gewoon... Ja, goed schudden, hè. Ah. Ja. En dan doen we zo. Ja. Oké, okay. En nu moet ik opnieuw... Ik weet wat jij gegooid hebt. Ah ja. Een 5. Ik heb een 5 gegooid? Ja. Zie je? Ik kan dat ook op je hand doen. Op mijn hand? Ja. Oké. Okay. Geef eens een hand. Mijn hand? Je mag zelf een nummer kiezen. Leg de teerling op je hand. En dan mag hij hem bedekken met je andere hand. Oké. Okay. Dan kan ik niet zien wat je neemt. Nee. Oké, okay, ik ga even mijn ogen dicht doen. Verandert van nummer. Oké. Okay. Doe maar. Die verandert? Ik ben veranderd. Enfin, het nummer. Oké. Okay. Handen zijn gesloten. Ja. Dan moet ik raden wat er tussen je hand ligt. Ja. Zo straf zijn, maar daar ligt een 6. Oh, ongelooflijk. Ik zeg het, als iemand goocheltrucs doet, ben ik effectief sprakeloos. Is niet gefaked, dames en heren. Ik ben echt sprakeloos. Ik begrijp er niks van. Ja. Het is ongelooflijk. Als we dan toch... Ik weet, je geeft nooit je geheime prijs als goochelaar. Maar als ik toch even naar de techniek mag gaan. Wat is denk ik... Of wat is echt heel belangrijk, of een van de belangrijke aspecten qua techniciteit als je een goocheltruc doet? Of als je zeg maar je publiek probeert te bewonderen? Ik denk dat... Verwonderen. Ik denk een persoon die niet in die branche zit, die geen goochelaar is, onderschat de magische wereld van goochelen. Er komen elke dag in de wereld 50 nieuwe trucs uit. Elke dag. En er is elke week ergens op deze wereldbol een magisch congres. Een magisch congres? Waar je naartoe kan gaan om bij te leren. Wauw. Het is echt een community? Het grootste congres is in februari. Dat is Blackpool, Engeland. Daar gaan 5000 goochelaars naartoe. Ja. Daar komen de grootste goochelaars ter wereld acts doen. Maar de week nadien is het in Duitsland, en dan is het in Zwitserland, dan is het in Italië. En om de 3 jaar is er een wereldcongres waar de wereldkampioenen worden aangeduid. Dus, maar ik snap het ook wel. Er zijn honderden bedrijven, technische bedrijven, hoogstaande bedrijven, technologische bedrijven die goocheltrucs maken. Ik wou net zeggen, het verbaast mij ook niet. Als kind al was ik daar enorm door gefascineerd. Dat is zo entertainend en zo tot de verbeelding sprekend. Ja. Jij gaat een grote show doen. In het Witte Paard? In het Witte Paard de Blankenberg. Oké. Okay, tell me wat... Hoe ben ik daartoe gekomen? Ik ben heel goed bevriend met Lou de Prijk. Van Two Man Sound, de schrijver van Sa Plaine of Sa Plaine pour moi. Een liedje dat over heel de wereld bekendheid heeft. En Lou de Prijk was eigenlijk de hoofdact van de 2 vorige jaren avondshows in het Witte Paard. Maar die zijn niet doorgegaan. Door corona. Mm-hmm. En die show ging noemen Goes Banana. En er is veel reclame voor gemaakt en posters en affiches, maar er is nooit een optreden van gekomen. Zonde. Dus. Jammer. Dus, wat zeggen we op een goed moment? De baas van het Witte Paard, ikzelf en mijn vrienden van Les Foldegans, de meest bekende travestiegroep van België. Dat is ook de man die Miss Travestie België hier in Oudenaarde, in de Montovani, jaarlijks organiseert. Zegt, dan moesten wij samen een show doen in september in het Witte Paard
En we zetten Lou de Breijk als hoofdact, zodanig dat die man na 2 jaar dat hij dat gemist heeft, dan toch aan bod komt als hoofdact in een topshow. En dat hebben we gedaan. En we hebben natuurlijk hele grote artiesten er rond geplaatst. Ja, het is een mooie affiche echt. Het is een heel mooie line-up. En ik ben ook zo'n beetje een artiest. We gaan niet alleen voor het vocale. We zetten daar de popkoning rond. Dat is een man, hè, die, mm-hmm. voilà, HT&D meegedaan. We zetten daar Steve Ricci rond, de strafste Elvis-stem van België. We zetten daar Dirk van Voren rond. Het is eigenlijk een revue. Het is een soort revue-spectakel, Dirk van Lucaals. Allee, ja. En dan natuurlijk ook nog hele goede zangartiesten. Eclectische avond, heel veel stijlen voilà. Die elkaar mieten. Voilà, plus dus Level de Gant en zo verder. En dan natuurlijk, Lou de Breijk brengt in september een nieuwe hit van Two Man Sound uit, die wereldwijd gaat verdeeld worden. Er zijn weinig artiesten die kunnen zeggen, morgen breng ik, zeker een Belg, die zegt, absoluut. We gaan morgen met Universal wereldwijd een nieuwe plaat uitbrengen. Dat wordt sowieso een fantastische avond of avonden in het Witte Paard. En ik heb die hit gehoord van Lou de Breijk. Het is heel straf. Heel straf. Smaakt naar... Enfin, we zijn heel nieuwsgierig hier bij het Cultuurkanaal. Dat is heel leuk. Pierre, voor we jou naar huis laten gaan, graag nog één truc die tot de verbeelding spreekt. En als ik het goed begrijp, heb jij daar graag nog een vrijwilligster bij. Ja. Want we hebben hier Shirley, die maakt prachtige foto's tijdens de opnames. Oh, dat is fantastisch. Dus we gaan die er eventjes gewoon bij halen. Dat is heel goed. Ze is een beetje camera shy, dus dat is spannend. Maar je moet niet zo heel veel doen, als ik het goed begrepen heb. Dus... Ik weet uw naam, u bent een mooi blond meisje. Je kan goed foto's maken, voor mij is dat al heel goed. En ik heb hier eigenlijk een doosje kaarten. Met allemaal verschillende kaarten. Ja? En ik ga die kaarten plat leggen, gewoon. En ik vraag u om een pakje af te nemen. Ik zal eens voordoen. Tegen uw hart. Zeer belangrijk dat dat nauw aan uw hart ligt. Je kijkt naar de kaart. En je legt dat terug dicht. Ja, oké. Dat is nu hetgeen dat jij moet doen. Oké, ik ga niet kijken. Oké, leg maar terug. Dank u wel. Dan zie je, leg eens kijken. Dat was het al. Ja, er is er eigenlijk iemand bij mij die ook die kaart gezien heeft. Wie zou dat kunnen zijn? Mijn vriend Alexander. Dit is een goochelaar uit de begin 1900. The man who knows. Die weet altijd wat kaart dat er genomen wordt. Zeg eens zijn naam. Alexander. Schiet die wakker. Vraag is, Alexander, weet je mijn kaart? Alexander, weet je mijn kaart? Yes, zegt hij. Yes. Alexander. Shirley. Mooi meisje. Wat vind je van haar? Sexy, zei hij. Sexy. Vraag eens aan Alexander of dat hij uw kaart weet. Alexander, weet je mijn kaart? Alexander, weet je de kaart? Hij weet ze. Ik voel het. Ik heb niks in mijn handen, hè. Alexander, weet jij de kaart? Oei, hij weet ze. Hij weet ze. Serieus. Alexander, serieus, weet je het? Oei, hij confirmeert. Alexander. Is dat uw kaart? Ja. Wauw. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Pierre, ik zeg het nogmaals, ik word hier altijd sprakeloos van zo'n dingen. Ik wil jou bedanken voor jouw komst, voor jouw tijd, voor het fantastische gesprek en voor jouw kunsten. Dankjewel. Een dikke dankjewel. Ja. En u bent bedankt voor het kijken, dames en heren. Dit was het Cultuurkanaal voor vandaag. Tot een volgende keer.